De Turkse Eyüp Sultan Moskee in Bottendaal gaat mogelijk een nieuwe locatie krijgen. Maar dat was hard nodig omdat de moskee te klein begon te worden voor het aantal gebedsgangers. De nieuwe locatie zou op het Jonker Bosplein gerealiseerd moeten worden. Waarom kiest de gemeente voor deze locatie? Dat heeft te maken met dat het eigenlijk een ontwikkelgebied is. In het verleden waren er ook plannen om 52 degrees naar dat parkeerterrein uit te breiden. Dat ligt nu eigenlijk in de ijskast als gevolg van de economische situatie. Maar wij kunnen ons voorstellen dat dat in de toekomst verandert. En als je dan kijkt naar dit gebied waar NXP Semiconductor zit, waar de Noviotech Campus zit, waar 52 degrees zit, dan denken wij dat het wel verstandig is om deze locatie mogelijk vrij te houden voor expansie in de toekomst. Ja, ik weet natuurlijk niet wat de alternatieve locaties waren, maar wat je hier wel duidelijk ziet is dat het relatief dicht bij verschillende woonwijken ligt. Tegelijkertijd ook een uitvalsbasis is snel de openbare weg op. Dus ik denk dat het wat dat betreft wel een ideale locatie is. En hij ligt ook niet direct midden in een wijk, waardoor mensen allerlei weerstand zouden kunnen hebben van goh, het pleintje dat hier altijd was verdwijnt of iets dergelijks. Het ligt op een parkeerterrein en dat maakt het natuurlijk wel ook wat minder controversieel om het daar eventueel te vestigen. En dat zal misschien nog een behoorlijke klus worden voor de gemeente. Na de bekendmaking van de plannen vielen er meerdere negatieve geluiden te horen op onder andere de social media. Je ziet bij dit soort ontwikkelingen al vrij snel dat er wat negatief op internet wordt gereageerd. Maar mijn ervaring daarbij is dat de soep nooit zo heet gegeten wordt als die wordt opgediend. Kijk maar naar de demonstraties tegen de vluchtelingenopvang op Hummersoort. Heel groot aangekondigd, wel wat Facebook likes. En uiteindelijk komt er bijna niemand op af. Ik weet niet of dat hier in de buurt ook zo zal zijn. Ik heb wat negatieve geluiden gehoord, maar we moeten maar eens afwachten of zich dat ook vertaalt in heel veel protest. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Eindhoven, hè, daar heb je de Hightech Campus. Daar zie je ook heel duidelijk een clustering van bedrijven. Nou, dat kan voor Nijmegen economisch ook heel goed zijn als wij dat hier ook kunnen bewerkstelligen. En op het moment dat je daar dus een groot ander gebouw neerzet, of dat nou een moskee is of iets anders, dan zou je daarin kunnen belemmeren. En daar willen wij voor waken en daar hebben we wel vragen over. Ik denk dat de bouw van een moskee echt iets toevoegt aan de saamhorigheid in de samenleving die op dit moment heel erg van belang is. En als je ziet dat een andere moskee te klein is en er komt nu een fatsoenlijke moskee voor in de plaats, waar ook eindelijk aandacht wordt besteed aan de dialoog met andersgelovigen of niet-gelovigen, dan ben ik daar heel erg blij om. Het wordt tijd in Nijmegen dat we ons niet alleen maar opsluiten op onze